even lekker eten maken. En als ik ga koken, wat kook ik dan? Nou, meestal maak ik. Ik kook niet zo heel vaak. Ik ken ook niet heel goed koken. Maar wat ik wel goed kan, is pasta's maken. En vandaag ga ik maken mijn pasta. Kip met pesto. En dat is niet je gebruikelijke pasta. Ik ga jullie meenemen vandaag. Want ik laat jullie dit eventjes zien hoe ik dat klaar. Voor deze pasta heb je natuurlijk nodig pasta. Gebruik je voor fusilli. Dat is een beetje die krulpasta. En voor 4 man doe ik gewoon 1 zakje. En als je wat meer wil maken, dan doe je 1,5 of 2 zakjes. Ik geloof zakje 500 gram. Wat heb je nodig? Gesneden ui en knoflook. 2 teentjes knoflook doe ik en 1 uitje. Paprika blokjes. Natuurlijk olijfolie. Krachtige kippenbouillon, gewoon wat je in de soep doet. En kip. En de kip kruid ik met de Italiaanse kruiden. Kipkruiden. En deze kippenbouillonblokjes, zeg maar. Dat is kippenbouillon, kun je bij de Jumbo halen. Dat is Surinaamse kippenbouillonblokjes. Die doe ik, zeg maar, verkruimelen over de kip. En dan roer ik het om. De kip ligt nu nog even in de koelkast te trekken. En natuurlijk, sorry, pesto. Dat is het allerbelangrijkste ingrediënt. En wat je ook nog nodig hebt, is platte peterselie. Maar dat komt als laatst. Dus, laat het water op het vuur. Ik vul de pan met warm water. Dan duurt het minder lang voordat het kookt, zeg maar. En dan ga ik beginnen met dit schatje. Oké. Goudbruin is. Dan voeg je de kip toe en nou ziet het er nog niet uit, maar dat moet je goed omroeren. Dat die kip en die olie goed één worden. En dan blijf je dat roeren tot eigenlijk de kip van de buitenkant helemaal, zeg maar, zo wit is verkleurd. Heb ik nou, zeg maar, de kip een beetje geroerd dat het een beetje verkleurd is. Nog niet alles natuurlijk, maar dat kan ook niet, want het zou haast gaar zijn. Dan pak ik die krachtige kruidenbouillon en die doe ik eigenlijk eroverheen. Dan moet ik even met 2 handen doen, dus zie je het zo. In de kruidenbouillon zitten ook stukjes kip. Wat je doet is, je roert het gewoon nog een keer goed om, dat het bovenste laag, wat zeg maar hier bovenop lag, ook door die bouillon heen gaat. En dan laat je hem eigenlijk gewoon op een vuurtje, hoeft niet heel heet, maar ook niet te zacht. Laat je hem eigenlijk gewoon lekker gaar koken. Ook is en je hebt de pasta toegevoegd. Dan doe je een beetje olijfolie door het water. En zout. Olijfolie zorgt ervoor dat het niet aan elkaar gaat plakken. Dat is klaar. Dat is afgegoten. Nee, dat is heel veel. Dan kan de kip in de pasta. Even op. Op een laag pitje en dan ga je de pasta en de kip omroeren en dan voeg je ook gelijk de peterselie. Wanneer je dus dat hebt gedaan en het is geroerd, dan pak je de pesto en dan doe je 3 volle theelepels pesto en roer je dat ook goed om en dan is het eigenlijk klaar. Als je ziet, eet ik heel groot mijn bordje leeg. Leuk dat jullie gekeken hebben. Dit was de Gypsy Mafia vlog, a.k.a. pasta koken met Pieter. Vergeet niet te delen, als je het leuk vond tenminste, ik denk het wel. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie over een paar dagen, een weekie, weer terug met een nieuwe vlog. En wat ga ik dan doen? Ik ga een weekendje naar Center Parks met Benning met Zeeuw. Dan tellen we heel. Joe.